en het is de politie nog niet gelukt te achterhalen wie de dader is van het schietincident van vanmorgen aan de Wolframstraat. Een manspersoon van Creoolse afkomst, van wie de persoonsgegevens nog ontbreken, is hierbij dodelijk geraakt door een schot uit een vuistvuurwapen. De politie van Geersvliet werd door de centrale meldkamer ingeschakeld. Het slachtoffer vertoonde bij aankomst van de politie geen teken van leven meer. Het levenloze lichaam is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De schutter verliet voor aankomst van de politie de plek van het delict met medeneming van het wapen. Onze nieuwsdienst sprak met de eigenaar van het pand dat bekend staat als Shisha Lounge. Uit veiligheidsoverwegingen wilde hij niet komen en ook niet zijn naam prijsgeven. Volgens hem heeft dit zoveelste schietincident nadelige gevolgen voor het verhuren van zijn pand. En wie woont er allemaal boven? Er zijn hier gewoon mensen, vrouwen, kinderen. Oh, oké. Okay. Ja, ze zijn bang nu. En, ja. Toen is ze gemeld, dat gaat ze verhuizen. Wanneer, ik weet niet, vandaag of morgen. Ja. En wordt het mijn bedrijf nu helemaal... ja, gaan ze zonder huurder blijven, als het zo doorgaat. Ja. Dus die gevallen vandaar, dus u zegt het zijn drie gevallen van schietincidenten. Yes. Ik weet twee is het doodgevallen. Ja, maar drie schietincidenten hebben hier plaats dat van. Is, ja, dat moet politie vertellen met jullie. Ja. U zegt, ik ben ontevreden. Ik ben ontevreden met deze zaken, wat gebeurt hier allemaal. Mm-hmm. Helemaal, nee, kijk, mijn naam, bedrijfnaam gaat helemaal slecht worden straks. Ja. Zo, dat is goed. Ja, maar daar ook minder inkomsten dan. Ja, 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 natuurlijk. Als de huurder weggaat, wat gaat gebeuren? Ja. Komt geen inkomen daar. Dat is het probleem, toch? En zegt u ook dat het mensen kan afschrikken van... Ja, ja. Er zijn dan die nummer 1, die eerste huis, die persoon was het wakker toen het gebeurde. Die zit op die balkon. Ja. En ze komt gelijk telefoon aan mij te geven. Ik zeg, ik ga nu weg. Ik ga niet meer blijven hier. Maar ik ben geschrokken helemaal. En ze komt net hier, ze zegt tegen mij, ik ga weg, ik ga niet blijven. Maar heeft u al een gesprek gevoerd met de man? Met die... Nee, nog niet. Ik heb al gebeld, maar hij is helemaal druk bezig met de mensen daar. Ja, ja. Misschien straks of morgen. Ja. Maar bent u van plan om hem te zeggen van, hey, laten we de zaak stoppen? Dat weet ik nog niet. Uh-huh. Wat gaat gebeuren verder? Uh-huh. Als wij gewoon een gesprek komen, dan gaan we zien. Ja. Maar op dit situatie ben ik niet tevreden helemaal. Ja. Oké, en dit is een appartementencomplex? Ja, ja. Okay. En slechts één gezin woont hier? Of nee. Er zijn een paar gezinnen wonen. Een paar gezinnen? Ja. Okay. Zijn een aparte indeling daarboven. Zes huizen daarboven. Oh, zes gezinnen mag wonen daar. Oh, okay. Zijn allemaal apart. En één heeft gezegd dat hij weggaat? Ja, één is er bij mij gekomen, die andere heeft gebeld. Ik ga even boven straks, ik weet niet wat hoor ik straks allemaal. Ja, ja. Onze nieuwsdienst heeft getracht met enkele van de huurders van Shisha Lounge te praten. De huurders, die nogal verhit waren door het schietincident, waren niet bereid onze reporter te woord te staan. De dader is nog voortvluchtig. De afdeling kapitale delicten van het KPS is bezig met het onderzoek.